wat is ons grootste probleem? Wij dachten dat dit het grootste probleem was, dat jullie dachten dat wij zo waren. Maar het was helemaal het probleem, niet het probleem was we waren zo. Er waren geen strategische doelstellingen, er waren geen processen. Het probleem in één dienst wordt opgelost, dan waren hetzelfde probleem in andere dienst ook opgelost, natuurlijk op een andere manier, andere ICT, hoop risico's. Alles liep verkeerd. Wij hadden toen we ertoe kwamen enorm veel laagjes gewonnen, maar de gemiddelde leeftijd was 51. We hadden zeer hoge scholen nodig en we vonden die niet. En waarom vonden we die niet? Om redenen die u kent en die in de volgende jaren nog veel erger worden, demografie. Mijn generatie, uw generatie, maar jullie die protestgeneratie, was zoveel aan het spreken als we nooit kinderen maakten. Wat willen we doen? Wij willen een organisatie bouwen in 2005 om mensen aan te trekken en sexy te worden door iets te doen dat de protestgeneratie absoluut goed zou gevonden, want het klinkt verschrikkelijk hippieachtig. Onze mensen moeten de regisseur worden van hun eigen leven. En dus zeggen we niet meer aan onze mensen waar ze moeten werken. We zeggen niet wanneer ze moeten werken. En we zeggen ook niet hoe ze moeten werken. 7 jaar geleden zei 17% dat ze bij ons willen werken. En nu is het 90%. Wanneer werken mensen? Wat is volgens jullie het antwoord? Volgens mij, ja. Als ik hier kom met mijn presentatie, dan zegt iedereen, ja, maar mensen moeten elkaar toch ontmoeten. Het is toch flauw, we kunnen altijd al thuis zitten. Ja hoor, in de meeste organisaties ontmoet je elkaar als je gaat werken. Niet waar? Je gaat daar binnen, in Brussel, smiddags ga je met dezelfde naar eten, je gaat weer buiten en s'avonds zeg je, Brussel is hier gedaan. Dit is eigenlijk wat je voelt. Zo'n organisatie, daarin kun je elkaar niet ontmoeten. Wij hebben dat niet, dat soort ontmoetingen. We hebben ervoor gezorgd dat niemand, maar ook niemand, een eigen bureau heeft. Ik heb er geen, niemand heeft een eigen.